genieten van de avant-garde, maar voorlopig is er heel weinig. Ik denk dat het belangrijk is om terug jazz naar de mensen te brengen. Ik denk dat daar de situatie in Vlaanderen ook iets anders is dan de situatie hier in Nederland. Ik ben onlangs ergens een optreding aan bijwonen en was het bedaafd gebeurd. Ja, waar dan het concert wordt afgesloten met een Bye Bye Blackbird en met een Porsche Croquette in de hand, zit iedereen wel mee in het volk. Ja, ik denk dat dat niet. Ik denk dat je niet moet denken in de stijl van aangenaam voor een café of avant-garde. Ik denk dat dat ouderwetse ideeën zijn. Want je kunt, het gaat om contact met het publiek. Als muzikant moet je daar ook die verantwoordelijkheid nemen. Je kunt wel avant-garde. Het moet overkomen. Ja. Punt. Maar dat kan soms ook met hele gekke dingen. En zo van deel wat Ad zegt, van hoe je de muziek moet brengen, maakt niet uit wat je speelt. Maar het is wel belangrijk dat je niet staat oefenen op een podium of moeilijke dingen staat te doen. Dus het is belangrijk dat je met het publiek bezig bent. Daar groei je zelf ook in als je daarmee bezig bent. Dus ik zou zeggen, ga meer in de praktijk en zorg ook in de opleiding, in de studie, dat daar veel meer vanuit, ik zeg altijd, het zit altijd in de mens, muziek. Je moet niet gaan analyseren, dat hebben we dus gedaan, om die mensen anders te laten spelen. Meer met, het is leuk voor het publiek, leuk voor de mensen, want dat heeft veel meer plezier op het podium. Als je mensen ziet spelen, is het altijd met een beetje een zweetdruppeltje van, ja, het kan nog beter. Ja, dat is het niet.